Dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de NV Haarlem. Een talkshow voor en door ondernemers met aandacht voor het bedrijfsleven in Haarlem. Nieuws over belangrijke activiteiten en gebeurtenissen in de stad. Hier zijn uw presentatoren Jaap Sluis en Fred Posma. PVNV? Eenmanszaak. Prima, eenvrouwzaak. Ja, precies. Wat doet je bedrijf of wat verkoop je? Radio ongeveer 30.000 luisteraars, tv ongeveer 20.000 kijkers. Per uur, dag, week? Per week. En dan gaan we weer om tafel zitten om te kijken hoe het gaat met het bedrijf. En of ik het al terug moet betalen. Ik bedoel, als het niet in je zit, zit het niet in je. En degene die het kan, die zal het ongetwijfeld doen. En degene die het niet doet, ja, die kan bij mij terecht. En met name op Java en op Flex georiënteerd. En de tweede grootste tak van sport is... Op Java zijn jullie ook actief? Ja, op Java ook. Ja. Sterker nog, ja, ik ben er de laatste nog geweest. Nou, we gaan niet al te veel verder praten. Dan gaat niemand meer naar het filmpje kijken. Nee, het filmpje staat van... Dat staat al op de website. Dus laat ons weten hoe het loopt. En, ga ik zeker doen. Koppel die creatieven aan de ondernemende. Dan komt er vast wel wat moois uit. Ja. Wij denken dat Haarlemse ondernemers er best wel belang bij hebben om naar de stad toe zich op een goede manier te kunnen profileren. En dat denk ik niet zozeer commercieel, maar meer maatschappelijk. Ik ken geweldige kunstenaars die jullie allemaal niet kennen, maar die kunnen zich totaal niet verkopen. Die vinden dat doodeng, die gaan het ook niet doen, die worden dan na hun dood ontdekt. Nou, ik ga geen angst aan praten hier vanmiddag, maar je moet er nogmaals over na hebben gedacht. En als je dat niet hebt gedaan, ga dat dan wel een keertje doen. Bij de vorige NV Haarlem zei je, ik denk dat ik wel wat leuks te vertellen heb. En daar zit je nu. En de cijfers, ja, zitten die paraat? Redelijke kijkdichtheid, die bevindt zich ongeveer iets boven het gemiddelde van de lokale publieke omroepen in Nederland. En waar moeten we dan in aantallen aan denken? Want die gemiddelde hebben wij niet bij de hand. We gaan dit jaar richting de 3,5 miljoen stuks. En ik voorkom dat door dat alleen en met het juiste team om me heen te werken. Ik kan het niet. Ik heb daar niet de ruimte voor in mijn hoofd. Je moet je geest leeg, hoofdleeg maken en dan moet je tijd hebben en dan ga je aan de slag. Ja, precies. Dat is het. Het is leuk om te netwerken. Ik kom hier al, ik denk 3 jaar of zolang als het bestaat. En het leuke is dat je gaandeweg kom je steeds meer bekenden tegen. En je merkt toch wat er voor een dynamiek in deze stad gebeurt, ook op economisch vlak. En dat is boeiend en zeker interessant. Ja, dus het is gewoon het feest der ontmoeting, zeg maar. En het is ook leuk om de verschillende banen te zien ook. Verschillende beroepen die naar voren komen, dat vind ik ook heel leuk. Ja, ja. Ik ben overgestapt op de even vragen. Heb je een voorbeeld? Het zou leuk zijn als we toch eens iets zouden kunnen doen op zender, zoals dat zo mooi heet, met ondernemers in de stad, een programma over en met ondernemers. En jij hebt ook dat plan? Ja, lastig. Ik vind het allemaal mooi zo. Nou, nee, zeker niet. Nou, ik vind Haarlem een geweldige stad. En ik vind dat er ook te veel te doen is. En ik vind ook dat Haarlem zo moet blijven zoals het is. En niet te veel moet willen. Je brengt dit werkelijk werelds. Dus dankjewel. Ja, daar ligt het niet aan. Ik moet nog even schrijven. Mocht ik die literaire prijs winnen, dat vind ik ook een beetje onzeker, hoor. De creatieven worden er niet duurder op, omdat ik er tussenin zit. Want dan prijs je zelf een beetje uit de markt. Ik denk dat er een aanval aan de gang is. We worden gehackt. Ja. We worden nu al gehackt, hè? En had je ook een startkapitaal nodig? En zo ja, hoe ben je eraan gekomen? Ja, goed. Maar niet je hebt mensen lief aangekeken. Ja, vooral mijn ouders, nee. Want je zou kunnen zeggen, daardoor ontstaat er voor jou een groeimarkt. Er is een landelijke strijd en er is een lokale strijd die we daarvoor moeten voeren en ook aan het voeren zijn. Ik schik mij daarin, want zij weten hoe het moet. Wat de NV Haarlem is niet alleen dit, maar is toch ook wel bedoeld om een beetje aan te jagen en door te pakken en dingen in gang te zetten. Dus we hebben even de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, nou Hans, met Haarlem 105, ga maar eens aan de bak. Maak maar eens eenmalig iets rondom deze talkshow. Het is belang voor het netwerken, voor de ondernemers, om elkaar te ontmoeten en gedachten uit te wisselen. Leuke, jonge initiatieven komen hier tot bloei. Mensen kunnen vertellen waar ze mee bezig zijn. Ik denk wel dat de gasten er eigenlijk ook al komen om zeg maar een stukje publiciteit te zoeken. Uiteraard. Ja. En dat is ook goed. Ze brengen natuurlijk een onbekend product naar voren en ik denk dat dat wel heel goed is. En dat ze de ondernemers daarmee confronteren. Ja. En dat is wel leuk. En ondernemers vinden het heel leuk om te zien wat er allemaal gebeurt. En misschien kunnen steunen. Ja. En misschien kunnen gebruiken ook. Ja. Ja. Goed samengevat, Nico. Goed, hè? Dat is belangrijk. En ik vind altijd
vooral de jonge mensen, moeten een kans krijgen, ook in deze maatschappij. En daarom is dit medium en deze middag is uitermate belangrijk. De mensen maken een prima start. Ze kunnen echt laten zien waar ze mee bezig zijn. Ik zou de Ron even vragen doen, helemaal in de war. Nou, hebben we ook op dit moment een kabinet dat heel uitgesproken niet over politiek meningen praten, heeft over... Nee, het is een serieuze aangelegenheid. Laten we dat niet onderschatten en vooral niet wegrelativeren. Waar gaat het dan globaal genomen over? De Jules heet het. De Jules? De Jules, ja. Leuke naam. Hoe heet dat? Ethical hacking, ja? Ethisch hacken. En daar wordt dus gevraagd, onder andere bij die bank, wat ik je eerder had verteld, wordt dus gewoon gevraagd, geef een idee van ons beveiligingsniveau. En als de gaten zitten, geef het ook maar aan. En, Hoeveel tijd ben je bereid in je bedrijf te steken per week? Bijna alles, wel. Ja. En heb je nog een droom, dat je denkt, die creatief wil ik daar krijgen? Zit je wel eens te filosoferen, te fantaseren van ooit? Ja, absoluut. In grote lijnen is de inhoud van het boek bij mij in ieder geval bekend. En wil je maar die ook onthullen? Nee. Waarom niet? Nou, ik denk dat dat mijn schrijfproces belemmert. Waarom? Ja, nou, bijna alles is ook je eigen bedrijf. Je werkt constant. Zeker als je je eigen zaak hebt. En je dat zelf bent, dan ben je daar constant mee bezig. En er zijn mensen bij die het met ziel en zaligheid willen vertellen. En dat is buitengewoon boeiend. Ja, ik vond het heel tof dat je in een hele korte tijd een aantal mensen ziet en spreekt die hun verhaal kunnen doen. Maar ook in branches die je nog niet kent of hier dan nog niet kent. Dus dat vind ik heel tof, vooral de vaart die erin zit. Dus dat het niet heel langdradig wordt, maar ja, kort en krachtig en bondig. En voor de verandering keer gewoon op tijd klaar. Het was zeer divers, uiteenlopend van mensen die net hier in Haarlem zijn komen wonen. Tot aan mensen die al blijkend jaren in de Waardepolder, al volgens mij 40, 50 jaar hier zitten. Die platenmaatschappij. Dat iedereen eigenlijk wel aan bod komt. Dat we heel divers zijn, maar dat het toch met name creatief en dynamisch is. Wat weegt het zwaarst? Veel plezier of dikke winst? Veel plezier. Okay. Dank u wel. Aan de borrel. Dit was het dan weer. Dank voor uw aandacht. De NV Haarlem wordt mogelijk gemaakt door... de Kamer van Koophandel... de Hogeschool in Holland, Gemeente Haarlem, Economische Zaken en Cultuur, Internetbureau Glas en Van Riksel, Communicatieadviesbureau De Coalitie en Fred Postma Advies. Met dank aan Fotostudio Vervloed, Kennen Me Business en de Philharmonie. Tot de volgende keer.